tegenaan. En wat je zeggen. En niets kom terecht. Nee, u wil iets altijd zeggen, maar het komt er niet uit. Nee. Stanka heeft last van afasie. Dat betekent dat ze moeite heeft met praten. In haar geval komt dit door een beroerte. Ze wordt behandeld bij communicatiecentrum Taalstroom, maar dit is niet genoeg. Wij begeleiden als logopedist mensen met taalproblemen. We geven ze therapie, maar wij kunnen niet met hun de praktijk ingaan. En daarom leek het ons een goed idee om daar studenten voor te vragen. En daarom hebben wij de HAN daarvoor benaderd. En zij waren daar enthousiast over. In het project Logomaatjes worden mensen met afasie gekoppeld aan HAN-studenten logopedie. Op basis van vriendschappelijk contact, op basis van wederzijdse interesses, gaan logomaatjes met elkaar dingen ondernemen. We hebben ook een maatje die graag weer terug naar zijn werk wil als Spaanse leraar. Daar komt ook een student die graag Spaans wil leren. Dus er moet wel een match zijn in het contact, er moet een klik zijn om met elkaar ook leuke dingen te willen ondernemen. Stanka's logomaatje is Anouk. Ja, ik vind het zeker heel leuk om samen te doen. In het begin was het wel even wennen, want het was de allereerste keer dat ik bij iemand met neurologisch letsel kwam. Maar ik vind het heel leuk om te doen, zeker omdat het dicht bij mijn opleiding staat en ik iemand daar ook wat leuks mee kan bezorgen. Door de afasie merken mensen zoals Stanka ook dat het toch wat lastiger is het dagelijks leven weer in te gaan. En logomaatjes ondersteunen hun daarbij. En je merkt ook dat Stanka nu bijvoorbeeld ook weer voor het eerst de winkel heeft bezocht. Daar ook zelf contact heeft gelegd met iemand uit de winkel. Ja, en dat is natuurlijk een prachtige mijlpaal als je dat met elkaar door logomaatjes kunt bereiken. Het project is niet alleen goed voor mensen met afasie. Ook de studenten leren ervan. Als Stanka bijvoorbeeld dingen aan mij wil vertellen. Ja, op de opleiding heb je niet echt specifiek iemand met neurologisch letsel. Dus het is heel leuk om die interactie met iemand met neurologisch letsel te hebben. En daar leer ik zeker van.